De regering heeft via de International Islamic Trade Finance Cooperation, ITFC, $35 miljoen beschikbaar gesteld voor de lokale productie van geselecteerde basisgoederen. Deze zijn medicijnen, medische verbruiksartikelen en inputs voor de land- en tuinbouw. Deze goederen zullen via een internationaal aanbestedingsproject worden geïmporteerd. In dat kader heeft het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme vandaag een informatiebijeenkomst gehouden. Sonja Seugobind, woordvoerder van de ITFC, zegt dat het doel van dit project is hogere lokale productie te bewerkstelligen. De ITFC-voorzitter zegt verder dat het bedrag dat oorspronkelijk ter beschikking was gesteld $30 miljoen was. 30 miljoen, het is opgetopt met nog eens een $5 miljoen. Het gaat om een renteloze lening met een markup van 6%. Markup kunt u zien als een zekere winstmarge die dus ITFC heeft voorgesteld of vastgesteld voor dit project. En de middelen die dienen geallockeerd te zijn voor een periode in het eigenlijk binnen een periode van 6 maanden uitgaande van de eerste allocatie. Dat wil zeggen wanneer de eerste allocatie heeft plaatsgevonden, dat precies binnen 6 maanden alle middelen moeten zijn opgenomen. Voor de bijeenkomst waren uitgenodigd lokale producenten, importeurs en groothandelaren van input voor land- en tuinbouw. Na de presentatie van Seugobind bestond de gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze lijst komt, er zijn 60 basisgoederen, een lijst van 60 basisgoederen op het ministerie samengesteld. Uit die lijst zijn die producten eruit gehaald die lokaal geproduceerd kunnen worden. En zoals u ziet, het staat boven voorlopig geselecteerde basisgoederen. Dus er kunnen ook andere bij komen. Ik heb aangegeven dat het gaat daar om een valutabedrag van 100.000. Dat wordt rechtstreeks betaald door de International Islamic Trade Finance Cooperation aan de leverancier in het buitenland. Wat de afnemer hier lokaal moet doen is het storten van de tegenwaarde bij de centrale bank om over dat product te kunnen beschikken. Dat was ITFC-voorzitter Sonja Seugobind. Ze sprak vanmorgen tijdens de informatiebijeenkomst van HINT over de uitvoering van het aanbestedingsproject van de ITFC. De bijeenkomst is gehouden in de vergaderzaal van het ministerie van LVV.